kip met in wijn gestoofde prei en tijm. Verwarm de oven voor op 180 graden. Verwijder het elastiek van één scharrelkip. Snijd twee tenen knoflook fijn. Maak met een lepel wat ruimte tussen het vel en het vlees van de kip. Begin aan de zijkanten net boven de poot en werk richting het borstbeen en naar achteren om een grote ruimte te creëren. Vul met 60 gram kruidenboter. Duw met je handen op het vel, zodat je de boter gelijkmatig verspreidt. Doe de gehalveerde citroen in de holte van de kip. Bestrooi de kip met peper en 2 theelepels zeezout. En leg met de borst naar onderen in een ovenschaal van 30 bij 40 centimeter. Braad ongeveer 1 uur en 15 minuten in de oven. Keer na 45 minuten. Verwijder na 1 uur oventijd de onderkant en het donkergroene deel van 5 dunne preien. Snijd de prei in stukken van 3 centimeter. Snijd de stukken in de lengte half in. En spoel ze schoon onder koud stromend water. Verhit 25 gram boter in een hapjespan en fruit de knoflook, 8 gram tijm en 1 laurierblaadje 1 minuut. Voeg 125 milliliter droge witte wijn toe en breng aan de kook. Draai het vuur laag en voeg de prei, peper en eventueel zout toe. Laat afgedekt 20 minuten op laag vuur stoven. Neem ondertussen de kip uit de oven en laat afgedekt 15 minuten rusten. Serveer de kip met de gestoofde prei. Zo maak je kip met in wijn gestoofde prei en tijm.